Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gelderesh en Stomerij de Waskuip. Goedendag en welkom bij de Warming Up op Focus TV. Vandaag zijn we te gast op Sportpark Zuid in Doetinchem, de thuishaven van DZC 68, waar de Graafschap haar derde oefenwedstrijd van de voorbereiding speelt. De eerste wedstrijd werd met 4-3 gewonnen en de tweede oefenwedstrijd in Winterswijk tegen Vossenveld werd met maar liefst 9-0 gewonnen. Waar staat de Graafschap op dit moment? We gaan het zo dadelijk zien bij de derde oefenwedstrijd van de Superboeren. We hebben natuurlijk alles een beetje mee, denk ik. Het weer is hartstikke goed. En we hadden natuurlijk al een leuk voorprogramma met oud-DZC tegen Oude Graafschap. Met de businessclubs van beide verenigingen tegen elkaar. Dus dat trekt ook wel weer wat mensen. Dus ik denk dat het een hele leuke dag DZC de Graafschap is. We willen een club zijn, zeg maar, waar iedereen van 4 tot 85 gewoon een voetbalaanbod heeft. En of het nou prestatie is in de prestatieteams, zoals het eerste en ook een heleboel andere teams. Maar vooral ook in de niet-prestatieteams, 35 plus voetbal, 45 plus voetbal, damesvoetbal, recreatievoetbal, noem ze maar op. We gaan straks met fitness, voetbalfitness beginnen. Nou, dat zijn ook activiteiten waar we zeggen we willen een club zijn voor iedereen. Of je nou voor de prestatiekant of niet. Maar als je van voetbal houdt, moet je bij DZC iets van je garing kunnen vinden. Nu DZC tegen de Graafschap bij de eerste elftallen. Wat verwacht u daarvan? Nou, ik hoop eigenlijk gewoon een hele leuke en vooral sportieve wedstrijd. Ik kan de kracht van DZC weet ik een klein beetje, maar ik kan de kracht van de Graafschap moeilijk inschatten. Ja, de eerste wedstrijd oefenwedstrijd van de Graafschap was natuurlijk wat marginaal. Ja, afgelopen week was het een stuk beter. Nou, laat ik het houden op dat wij in ieder geval één of twee keer scoren als DZC. En ik denk dat de Graafschap er dan één of twee meer maakt. De opstelling van de Graafschap. Trainer Pieter Huistra heeft het volgende team samengesteld. In het doel staat Jordi van der Kracht. Verder spelen Massop, Van der Meulen, Prupper en Tizevers. Op het middenveld Laatzic, Breinburg, Vinken en Jordan Casilla Calvete. En voorin spelen Anko Jansen en de doelpunten maken in de voorbereiding van dit seizoen Piotr Patsizek. Dan de opstelling van DZC 68. Trainer Ferhat Ossedokan zal drie teams in het veld brengen in 90 minuten tijd. We beginnen met Max Riekel in het doel. En verder spelen voorin Wessel ten Brinke en Maarten Jaspers. Betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Sanders fluit voor het begin van dit duel tussen DZC 68 en de Graafschap. Sanders, die overigens aan de overzijde van dit sportpark woont en niet eens met de fiets is gekomen, maar gewoon lopend met de tas achter op de rug. Laasic met de paas richting Jordan Casilla Calvete. Anko Jansen. Opnieuw een mooie actie, mooie beweging. En het eerste schot van de Graafschap van Anko Jansen. Doelman Max Riekel van DZC redt bekwaam. Van der Meulen. Laasic. Zoeken naar een van de voorwaartsen. Massop geeft de bal mee aan Anko Jansen. Jansen opnieuw met de kapbeweging. Dat kennen we nog uit de beste tijden natuurlijk van Erik Fiscaal. Het lijkt buitenspel. Geeft keeper Rico ook aan. Uiteindelijk wordt de bal voorgegeven door Anko Jansen. En bij de tweede paal binnen getikt door Tim Vinken. En zo staat het na 2,5 minuut 0 tegen 1 in het voordeel van de Graafschap. Na de individuele actie van Anko Jansen en het binnentikken van Tim Vinken. Prupper, verre paas richting Tim Vinken. Die krijgt een duwtje. Ziet ook scheidsrechter Jeroen Sanders. Betekent een vrije trap voor de Graafschap.
lange mannen van de Graafschap mee in het 16 meter gebied. Maar Breinburg doet het helemaal zelf. Het is al zijn tweede doelpunt uit de vrije trap in deze voorbereiding. Ruim 6 minuten onderweg op Sportpark Zuid in Doetinchem. De Graafschap komt op 0-2 door een prachtige vrije trap van aanvoerder Gregor Breinburg. Anko Jansen. Om zijn man heen, moet nu voorgeven, doet hij ook. Daar is het derde doelpunt van de Graafschap. Na 7 minuten en 20 seconden weer de individuele actie van Anko Jansen. En opnieuw het doelpunt van Piotr Patsizek. Anko Jansen. Wil het zelf doen, gaat 1-2 man voorbij. Geeft de bal aan Breinburg, die wordt neergelegd. Het levert de Graafschap een vrije trap op. 14 minuten gespeeld. Vrije trap voor de Graafschap. Anko Jansen heeft de bal klaargelegd. Schiet die bal op prachtige wijze achter DZC-doelman Mas Rikol. En zo staat het na ruim 14 minuten voetballen. 0-4 in het voordeel van de Graafschap. Doelpunten maken ditmaal Anko Jansen. Lazic op Masop. Opnieuw Anko Jansen. Het lijkt een beetje zaalvoetbal wat de Graafschap speelt. De voorzet van Masop. Vinken terug op Jordan Garcia Calvete. Maar die schiet de bal net naast het doel van Max Rikol. En zo staat na 23 minuten voetballen nog steeds 4-0 in het voordeel van de Graafschap. Van der Meulen vangt op. Speelt meteen in op Lazic. Jordan Garcia Calvete draait om zijn as. Aan de rechterkant goed aangenomen. Van Tim Vinken gaat 16 meter gebied in. Dan de paas. Onderkant lat geraakt. Max Riedel uiteindelijk die redding brengt. De keeper van DZC 68. Blijft 0-4. In het voordeel van de Graafschap na bijna een half uur voetballen. Jordan Garcia Calvete afgeven op Patsizek. Die moet scoren en die doet dat ook. We zijn 28 minuten onderweg. De spits van de Graafschap scoort zijn tweede van de middag. Het staat 0-5. Die voelt natuurlijk de hete adem van de Braziliaanse proefspeler. Die volgende week bij de Graafschap mee komt trainen. Een Braziliaanse spits. Lazic wil de bal. Maar de bal gaat uiteindelijk naar Tim Vinken. Opnieuw Vinken met de hoekschop. De bal wordt weggewerkt uit het 16 meter gebied van DZC. Vinken krijgt de bal aangespeeld door Lazic. Om zijn man heen. De voorzet is daar. Calvete vangt op. Breinburg. De paas op Pruppen die er nog staat. En dan wordt de bal uiteindelijk in het zijnet geschoten. Grote mogelijkheid voor de Graafschap. Pupper en Milan Massop uiteindelijk die de bal in het zijnet schiet. Patsizek met een individuele actie. Lazic. De voorzet en dan het doelpunt. Maar nee. Anko Jansen raakt de binnenkant van de paal. Ties Evers met de ruimte. Vinken. Meegeven op Jordan Garcia Calvete. Maar die bereikt Anko Jansen niet. Misschien in tweede instantie Jansen opnieuw. Tja, dat mag u zelf invullen. En zo fluit scheidsrechter Jeroen Sanders voor de eerste helft. We gaan rusten met een stand van 5-0 in het voordeel van de Graafschap. Piotr Patsizek was weer 2 keer trefzeker in dit duel.
De andere doelpunten kwamen op naam van Vinken, Breinburg en een prachtige vrije trap van Anko Jansen. Vind je het een leuke wedstrijd? Ja, het is wel een leuke wedstrijd. Alleen, het komt alleen maar van één kant wat, alleen maar wat van de Graafschap. Dus het is maar één richting op, zeg maar. Ik heb er alle vertrouwen in. Pieter Huistra, zijn staf, Theo Vergeer, mijn buurman, Roland Vromans. En vandaag weer gevoetbald met Henk vandaag, dus ja, nee. Maar het is wat je overal leest, het is allemaal afwachten op het moment. Ja, ik vind het, komt allemaal wel een beetje van één kant, hè. Maar mooi weer erbij, gezellig. Had je wat anders verwacht dan? Nee, natuurlijk niet. Zeker, het is een hartstikke leuke wedstrijd. Mooi weer erbij, dus ja, wat wil je nog meer? Wat zou jij doen als je trainer zou zijn van de Graafschap? Gewoon zo doorgaan en er nog even 10 bij in schieten natuurlijk. Die investeren, dat zei ik zo straks ook, iedereen studeert tot zijn 30ste. Ze investeren maatschappelijk, maar voor het voetbal investeren ze niks. Ze moeten direct het hoogste verdienen en ze willen niet eerst nog een jaartje of 2 jaar bij een eerste divisieclub spelen. En dat is raar. DZC speelt in de tweede helft in nieuwe tenues. Dit zijn de uittenues van de Doetinchemse Zaterdagclub. In de eerste helft speelden ze in de thuistenues. Schot dan vanuit de tweede lijn wordt geblokt. Scheidsrechter Sanders ziet er een hensbal in van de Graafschap. Opnieuw een vrije trap voor DZC. Opnieuw een mogelijkheid om wat te doen aan de stand van 0-5. Het fluitje van Sanders en de vrije trap van Jeroen in het veld. En die krult bijna de bal in de kruising. En dan belandt de bal bijna in het doel achter Jordi van der Kracht. En brengt de paal redding voor de Graafschap. Jansen wil de bal. Kasiako Veet ook. En de redding uiteindelijk van Tadema. Dat is het teken voor Graafschap trainer Pieter Huistra om veelvuldig te gaan wisselen. Maatsdorf. Jordan Kasiako Veet krijgt goed de bal terug van Santi Hulst. En dan is het Hulst zelf die de bal voor het inprikken heeft. 27,5 minuut gespeeld in de tweede helft. De Graafschap heeft nog steeds niet gescoord in die tweede helft. Het blijft 5-0 in het voordeel van de Blauw-Witten. De Ruiter met de paas op Van Ewijk. Een penalty na 33,5 minuut voetballen. Met de stand van 5-0 in het voordeel van de Graafschap. Piotr Patsizek al goed voor 2 doelpunten in deze wedstrijd. Legt de bal goed, de aanloop. En de prachtige redding van de keeper van DZC, Stan Bedlam. Maatsdorf. Inspelen op Santi Hulst. Krijgt de bal dan mee. De voorzet van Maatsdorf. Bij de tweede paal wordt die bal binnengepikt door Roy de Ruiter. De proefspeler aan de kant van de Graafschap. Het eerste doelpunt in de tweede helft na 35 minuten voetballen. De actie aan de rechterkant van Maatsdorf. Bij de tweede paal wordt die bal binnengeprikt door Roy de Ruiter. Het schot van afstand. Patsizek die de bal voor het intikken heeft. En daar is dan het derde doelpunt van de middag CQ-avond. Van de Poolse spits van de Graafschap. Het wordt 7-0 na de intikken van Piotr Patsizek. Met nog 5 minuten te gaan tot het eindsignaal van scheidsrechter Sanders. De goede redding van Jordi van der Kracht. Het levert DZC een hoekschop op. De voorzet en de kopbal van de Kracht ziet tot zijn grote schik dat daar op doel wordt gekopt. Maar uiteindelijk belandt de bal naast het doel van de eerste keeper van de Graafschap. En dan is het afgelopen, zegt scheidsrechter Jeroen Sanders. De Graafschap scoort 7 keer. DZC doet dat niet.
Een goede vrije trap hebben we gezien van de thuisploeg op de binnenkant van de paal. Piotr Patsizek scoorde opnieuw 3 keer. De superboeren winnen. Opnieuw met geen doelpunten tegen. Hoe staat het ervoor met de Raad van Commissarissen? Nou, we hebben nog 2 tot 3 posities nog in te vullen. Waarvan wij verwachten dat de aanhangersraad binnenkort met een voorstel komt om een bindende voordracht te doen. En dan afhankelijk van wat de aanhangersraad invult, want wij zoeken in ieder geval nog een commissaris met het aandachtsgebied voetbaltechnische zaken en met marketing en de communicatie. Het wachten duurt nog even op de medische goedkeuring. Ja, klopt. We hebben gisteren een keuring gehad en de cardioloog wil nog gewoon alles doorspreken en dat zal dinsdag gebeuren. En vanaf dat moment ben ik officieel speler van de Graafschap. Topscorer van de voorbereiding. Gaat lekker, hè? Ja, het gaat niet slecht. Ik heb niks te klagen. Ik word goed bediend in de voorbereiding. En ik denk dat als team ook wel aardig lopen te voetballen. Dus dan krijg je als spits vanzelf genoeg ballen om af te maken. Ik denk dat ik zelfs voor mijn gevoel nog te weinig heb gescoord. Maar dat is altijd makkelijk na de wedstrijd vertellen. Wat zijn jouw eerste indrukken van de Graafschap? Zeer positief. Je merkt gewoon dat het een grote club is met veel professionaliteit. Die eigenlijk afgelopen seizoen veel te laag is geëindigd. En uiteindelijk daardoor ook supporters aan twijfel hebben gebracht. Om dit jaar wel of geen seizoenskaart te kunnen nemen. Dus daar moeten we voor zorgen, zeker nu in die voorbereiding, dat we dat gevoel niet terug laten keren. Dat we het goede gevoel weer laten opkomen bij de mensen. De Denktank, later de aanhangersraad en ook u als voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben aangegeven, de voorzitter van de RVC hoeft niet het boegbeeld van de club te zijn. Wie moet dat dan wel worden? Het boegbeeld van de club is de bestuurder, de directeur, in dit geval Henk Bloemers. Ben jij het boegbeeld van de Graafschap? Nou, of ik een boegbeeld ben van de Graafschap, ik denk dat het vooral de spelers moeten zijn en de trainer. Maar die geeft zelf ook aan dat hij het niet is. Dat is nieuw voor mij. En wie dan het boegbeeld is, ja, dat vind ik ook allemaal niet zo heel belangrijk. U vindt dat de algemeen directeur het boegbeeld moet worden naar buiten toe? In een organisatie waarin de Raad van Commissarissen op afstand zit, en zo hoorde het in feite ook te zijn. En dat heeft de aanhangersraad of de Denktank ook gezegd. Dat de Raad van Commissarissen is eigenlijk een controlerende en het adviesorgaan. Daar behoort de bestuurder het boegbeeld te zijn. Een andere concurrent die komt volgende week op proef. Er komt een Braziliaanse spits. Oh ja, daar weet ik, heb ik niks van gehoord, maar ja, is geen probleem. Ik bedoel, we worden met nieuwe spelers worden wij alleen maar beter als team. En als hij een toevoeging is aan onze selectie, dan heet ik hem van harte welkom. Dat maakt niks uit. De supporters van de Graafschap willen graag gestreepte blauw-witte sokken. Waarom hebben de spelers dat niet? Ja, omdat we met Nike afgesproken hebben. Of Nike had deze kousen die we nu in spelen voorgesteld. Ik weet nog wel dat we destijds in die drandshirts hebben ook op verzoek van de supporters naar gestreepte sokken gegaan. Dus ja, als er op een gegeven moment heel veel vraag naar is, dan moeten we gaan kijken of we in overleg gaan met Nike hoe we dat gaan oplossen. Maar als dat echt een heikel punt gaat worden, dan lijkt me dat geen enkel probleem. Maar vooralsnog hebben wij in overleg met Nike, want Nike heeft geen gestreepte kousen in de collectie zitten, hebben we gekozen voor dit tenue. En dan de prijsvraag van afgelopen week. De vraag was, bij welke Schotse topclub heeft Pieter Huistra gespeeld? Het juiste antwoord en de naam van de winnaar of winnares van die heerlijke De Graafschap taart verschijnt op dit moment onder in beeld. En natuurlijk hebben we een nieuwe ronde, een nieuwe kans om zo'n lekkere taart te winnen van de kampioensbakker. Graafschap trainer Pieter Huistra heeft 3 assistenten. Jan Vreeman, Richard Roelofsen. En wat is de naam van die 3de assistent? Stuur het juiste antwoord naar thewarmingup@focus.tv. En wie weet maakt u wel kans op zo'n heerlijke superboerentaart. En zo komt er alweer een einde aan de 3de aflevering van The Warming Up op Focus TV. De Graafschap wist met 7-0 te winnen op Sportpark Zuid in Doetinchem van DZC 68. Heb jij ook nog genoten, René Bot? Van het weer in ieder geval wel. U hoort het was heerlijk weer.
en veel mooie doelpunten gezien. Tot de volgende warming up op Focus TV. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Gelderesh en Stoomrijden Waskuip.